die hier eigenlijk aan het doen zijn, het is optreden voor stedelijk gebied. Dus eigenlijk het huizen zuiveren noemen wij dat, militaire termen. En daar is eigenlijk de vijand zit daar nog in. En nu gaan we eigenlijk het hele dorp gaan innemen en ontdoen van vijand. Het is een missie in NAVO-verband. De missie is vooral bedoeld ter geruststelling en van de Litouwse bevolking die zich ongerust maakt over de veiligheidssituatie aan de oostflank van het NAVO-gebied waar zij wonen. Nederland brengt één compagnie op de mat, ongeveer 250 tot 270 mensen. Die maken deel uit van een multinationale battlegroup van in totaal een kleine 1000 man. En we doen dit al vanaf het begin, vanaf 2017. We zijn een vaste partner van Duitsland. En voor de nabije toekomst, voorlopig zien we deze missie nog wat door. Deze missie is voor de Litouwers heel belangrijk, omdat ze inderdaad blij zijn met onze aanwezigheid en op deze manier gesterkt worden in hun vertrouwen in onze bondgenootschappelijke bereidheid om ze bij te staan. De NAVO geeft hiermee aan dat het in feite één voor allen en alle voor één is. En dat is heel belangrijk met een buurman hier in de buurt die af en toe onvoorspelbaar gedrag vindt. Het groene vlag kan verhangen worden, echo is ingelicht, gewonden wordt behandeld. Gaat goed? Mooie oefening? Jazeker. Hij heeft met dat is links en sector, dus dat is jouw uiterste rechts. En dan heb je eigenlijk die twee gebouwen. Ja. Alleen als ik hier gewoon sta, sta ik in de open helemaal. Nou, als je daar staat, is goed. Maar in ieder geval, deze is jouw sector. Tijdens deze missie, tijdens deze inzet, wordt de tank nodig gemist. Hoe belangrijk, hoe groot is dat gemis? Nou, dat gemis is groot genoeg om het internationaal op te vangen, zeg maar. De Duitsers die hebben hier tanks meegenomen, de Nooren hebben tanks meegenomen. Wij hebben hier nu lichte infanterie, medium infanterie zitten met het boksenvoertuig. Maar door die internationale samenwerking te zoeken, vullen we dat gat op. Dus in totaal zo'n battlegroup, het hangt natuurlijk allemaal op samenwerken, zie je toch dat er voldoende slagkracht in zit. Hey, man! Let's get you! Het is een beetje een leuke missie. Jazeker, ja. Ja, we zitten hier nu 3 maanden. De tijd is best heel snel gegaan. We hebben heel veel oefeningen gedraaid. Ook internationaal. Dus vooral ook met de Belgen, de Nooren, de Duitsers. Wat merkt u van de waardering van de Litouwers over deze missie? Die wordt bij elke gelegenheid die zich daarvoor aandient, wordt die uitgesproken. Ik zit hier al ruim 2,5 jaar en er gaat geen week voorbij of mij wordt op een of andere manier duidelijk gemaakt dat men erg blij is met onze aanwezigheid. Ja, kom maar. Eentje hier, schoon. Marie, zit er. Twee ruimtes gezuiverd. Kunnen we nu verder naar rechts, want ik ben vijand. Jij deur voor. Yes. Ja, op. Stik op body erachteraan. Wat schuift er boven, Max?